Wanneer er meer dan één kracht op een voorwerp werkt en het voorwerp verplaatst, dan zal er sprake zijn van arbeid. En waar je vaak in geïnteresseerd bent, is hoe groot is de som van al die losse arbeiden bij elkaar. Die heb je bijvoorbeeld nodig als je de wet van arbeid en kinetische energie wilt gaan gebruiken. En daar heb ik een ander filmpje over. Wat we in dit filmpje gaan bekijken is hoe kunnen we die som van de arbeiden op een voorwerp uitrekenen op twee vers verschillende manieren. En ik zal allebei de manieren dadelijk laten zien aan de hand van een voorbeeld. Maar voordat we daar naartoe gaan, eerst eventjes nog uh, het tekentje voor de som van. Dat is namelijk uh, deze hoofdletter sigma. En die wordt vaak gebruikt bij arbeid, maar die zie je ook wel eens bijvoorbeeld bij de krachten. Ik heb als situatie de volgende situatie gekozen: ik heb een slee die staat op een helling. En die wil ik gaan verplaatsen over een afstand s. En dat ga ik doen door aan de slee te gaan trekken. En dit is mijn spierkracht. Ik sta natuurlijk voor de slee. Ik trek die slee een beetje schuin naar boven. F1. Natuurlijk werkt er ook nog een zwaartekracht op de slee, F2. En er zal ook sprake zijn van wrijving. En er is dus ook een wrijvingskracht, F3. Alle drie de krachten zorgen voor een arbeid als ik die slee over een afstand s ga verplaatsen. Om die arbeid te kunnen uitrekenen heb ik nog één grootheid nodig. En dat is de hoek tussen de kracht en de verplaatsing. Nu is die hier niet gegeven. Maar dan zou ik hem bijvoorbeeld kunnen opmeten, maar ik kan ze zeker aangeven op het moment dat je die weet, kun je vrij eenvoudig de arbeid van elk van die krachten uitrekenen. Maar wat ik nu kan doen is per kracht de arbeid berekenen en die vervolgens bij elkaar optellen. En wat ik dan krijg is de som van de arbeid op het voorwerp. Hou er dan rekening mee dat als je dat doet, dat in deze situatie de arbeid van kracht 1 een positieve waarde heeft en de arbeid van krachten 2 en 3 een negatieve waarde omdat die twee hoeken die erbij horen, dus hoek 2 en hoek 3, die zijn groter dan 90 graden. En dan krijg je dus een negatieve arbeid. Er is ook een andere manier om de som van de arbeid te bepalen. En die wil ik je ook laten zien. Eigenlijk aan de hand van dezelfde situatie. Ik ga weer een slee een helling optrekken over een afstand s. Maar nu krijg ik een ander gegeven erbij. Namelijk de versnelling waarmee die slee. Naar boven beweegt. En nu is het erg handig om oplossingsmethode 2 te kiezen. En oplossingsmethode 2 is volgende: dat ik zeg: ja, wacht eens even, als ik de versnelling weet, en ik weet de massa van de slee. Dan kan ik uitrekenen hoe groot de resulterende kracht op de slee is geweest. Die is gelijk aan m-a. Op het moment dat ik de resulterende kracht weet, dan kan ik ook het volgende zeggen: dan zal de som van alle arbeiden opgeteld gelijk zijn aan de resulterende kracht, maal S. Maal de cosinus tussen die kracht en S. In deze situatie is die cosinus uh, 1, omdat de hoek tussen de versnelling en de verplaatsing 0 is. Maar die hoek kan natuurlijk ook een andere waarde hebben. Dus omdat je hier al die versnelling hebt gekregen, is het veel logischer om meteen de formule te pakken waarmee je met Fres gaat werken. Nog even een korte samenvatting. Wat hebben we nu gezien? Je kunt op twee manieren de som van de arbeid op een voorwerp uitrekenen. Manier 1 is dat je. Per kracht, per afzonderlijke kracht de arbeid gaat uitrekenen en vervolgens al die arbeiden bij elkaar optelt. En methode 2 is dat je eerst de resulterende kracht gaat bepalen en die vervolgens gebruikt om die som van de arbeid uit te rekenen.